In the summer of 2020, us three friends decided to hike the epic Cape Raft Trail in Scotland. Yep, that's us. The Cape Raft Trail is a 380-kilometer long trail with 13,000 meters of altitude gain. It starts in Fort William and ends at Cape Raft, Great Britain's most northwestern point. It passes through almost no villages and the most remote parts of Scotland. It is not an official long-distance trail, not waymarked, and frequently pathless, forcing you to navigate cross-country through the rough, wet, boggy terrain. It is considered by many to be the UK's most difficult long-distance trail, due to the navigational skills needed, the extremely rough terrain, and the potentially harsh weather. We set off to hike the trail in 15 days, and ended up finishing it in 13. It was a truly unforgettable experience. Strenuous at times, but extremely rewarding at most. We battered through harsh storms, fought off battalions of midges, forded spate rivers, and fell in waist-deep bogs. But it was all more than worth it, because we passed along the finest of logs, conquered mountain passes, camped in the most beautiful glens, bathed in cool mountain water, drank beer while hiking, cried out in relief, laughed endlessly together, and were rewarded with the most breathtaking views Europe has to offer. This is our story, among lochs and glens. Klik asfalt. Om te laten zien. Ja. Ik heb een mooie sluiting gemaakt. Ik heb weer hetzelfde wat jij en mijn vader over hebben gehad. Dag 1. Maar goed. Maar het is nog maar 340 kilometer. Vanavond serveren wij u een heerlijke ramen noedel met zwarte bonen, champignons, courgette en tofu gemarineerd in een bouillon van tuinkruiden en een aantal wat pittige kruiden. Met wat heerlijke gedroogde noedels met lekkere vers bronwater uit de Schotse hooglanden om het allemaal een beetje te koken. Bereid in een hoogtechnologische aluminiumfolie cozy. Ga zo meteen kijken wat het panel ervan vindt. Het panel. Deel 2 van het panel. Thank you.
Nog een beetje droge voeten, Rowan. Dit terrein is echt heel chill. Plek. Oh, die teringbeesten. Godsamme ze. Wel een mooie sliding net. Hoe ging je precies? Onze outdoor shop. Fijne. Een beetje goede dag gehad, Anson? Ja, best wel. Maar ik ben tot de conclusie gekomen dat het terrein hier best kut is. Ja. Dus als er in het boekje staat, dit is best kut, dan is het ook gewoon wel kut. Ja, ze hebben best wel gelijk. Toch wel. To Mordor. Dit is wel echt zo uit, namelijk. The Way to Mordor. Nog naar je zin? Nu wel weer. Net even niet. Nee? Nee. Een super klimmetje gehad, of niet? Het was maar 450 hoge meters, dus zoveel is het niet. Vet graal bedrijf. Zonder pad. Zo, ik zal even een tour geven van ons campingplek. De tent. Van binnen. Het is best krap. Oh, dat is 12 keer 16. Ja, die zag ik niet aankomen, hè? 192. Fout. Volgens mij niet. Nee, klopt. Nog eentje? Of, Maar we hebben bij het wandelen, dan krijg je om het half uur een som. Okay. Een beetje goede ochtend. Ja, een beetje water gehaald, water gekookt. Dat je, denk ik, 20.000 midges op me af gehad. Dat is niet te zien aan je gezicht. Ja, een beetje nat wakker geworden. Maar vooralsnog zit hij nu al droog en relatief midgevrij. Dus dat is prima. Dat komt bij. Netjes. Zullen we verder? Thank you.
en verdient. Allemaal lekkere spulletjes. Erg gezellig. Cape Wrath, met de boys. Wow, wow, wow. Deze bedoel ik. Keihard regen. Right fucking hard. Padloos. Stel omhoog. Wow, mama. Dit is hoe we in de Schotland zijn gekomen. Lekker winderig. Hoe gaat het, jongens? Kijk aan. Helemaal goed. Het is lekker weer. Lekker wakker worden in de hartje zomer. Ja, en zo ziet het waarschijnlijk de rest van de dag uit. Dus ik heb niet zo heel erg zin om de tent uit te gaan. Maar ja, we gaan binnenkort maar eens aanstalten maken. Lekkere start. Door de stromende regen. Hey, hoe zou jij deze dag tot nu toe in één woord omschrijven? Vochtig. Het is best wel vochtig. De omgeving is vochtig, het weer is vochtig. Ja, wij zijn allemaal vochtig. Dus de voeten zijn vochtig. Dus, nu komen we aan bij dit theehuis. We hopelijk wel weer blijven, maar die is ook dicht. Hmm. Ja, zullen we doorlopen? Vochtig, is dat niet een beetje een understatement? Heel vochtig. Heel sick stuk. De vraag is hij open? Het is altijd eigenlijk. Gaan we de deur open gaan? Even wachten op Rowan. Helemaal.
ellende. Puinhoop. Heb je leuk zo'n vakantie, jongens? Ja. Zwerver in making. Nou, dus zo'n kutdag. In ieder geval, het einde van vandaag is zo'n kutdag dat ik maar gewoon ben begonnen met drinken. Weet je, dan kan het in ieder geval nog leuk worden. With finishing our sixth day, we passed the halfway point in terms of mileage. Whereas during the first half of our epic journey, we'd experienced rain on every day and on some torrential downpours, the clouds now opened up and blue skies were all we saw during the second half. However, with the fine weather, swarms of midges arrived, which had scarcely bothered us in the first 6 days. When on the trail, however, they never stopped us enjoying the breathtaking scenery even more than before, due to the fantastic weather. Afwas doen. Hey, maar het staat gewoon even lekker te wassen. Heel fijn klimmetje weer. Close your eyes, get out of your skin. All it is matters, let it in. If I could, I would be right here with you. This world of ticking clocks. Meisje dag wel langzaam. We lopen meestal zo'n 200 tot 300 meter achter de andere twee. Maar het is wel een mooi uitzicht. Maar voor de rest, prima weer. Mooie omgeving. Prima dag en zo. Mooie lunchplekje. Gaat het goed? Een beetje een goede ochtend zo? Qua weer en alles wel. Dus, even rough wakker worden. Maar, want? Het terrein is niet zo. Oh, nee. Het is gewoon weer ouderwets kut.
Ja, zo kan je het ook bestellen. Maar goed, komen we er wel. Kijk ze genieten. Verdiende rust na 22 kilometertjes. Het zijn gewoon dagen dat je dan al klaar bent. Niet vandaag. Mitjes toevallig. Nou, een korte samenvatting van vandaag. Wederom lekker warm. Het is goed warm, ja. Goed, nou, trouwens helemaal geen goed begin. Nee. Tering veel mitjes vanochtend. Dus iedereen was een beetje zijn eigen bubbel aan het wakker worden. Maar toch begon lekker. Goed paadje. Lekker zo in het mooie dal in geklommen. Hier een pittige klim, maar ja, voor mijn gevoel zijn we nu boven. Pas, we laden dadelijk weer af. Herbepootje, lunch, mijn dagje. Mitjes. Derde dag op rij, zon en vergoten. Het is zo warm. Het is niet normaal voor Schotse begrippen. Maar waar staat onze bottie straks? Aan de water. Daar gaan we zo keihard in zwemmen. Dus we zitten weer in de boot. De Moti. Welke dag is vandaag anders op? 11. Dag 11. En? Maandag. Beetje zin al? Oh, op die manier en. jawel. Back what's been stolen from me, little by little, piece by piece, until I'm complete.
I got my eyes on you, and you got no clue what I'm supposed to do. I can't help myself. Wil je nog iets vertellen, Eibaard? Dat had ik niet verwacht in Schotland. Om in een fucking bergmeertje te gaan zwemmen. Hoe is deze ochtend? Dag 12. Fantastisch. Veel wind. Geen fucking windjes. Is het ver? Is het ver? Okay. Bij jou woon? Nou, welkom in de mooie Schotse modder. Zoals je ziet, de Wonderkop bestaat voornamelijk uit modder. Het is ook bekend als een heerlijke verkoelende werking. Als iemand last heeft van mistbeten of natte huid door de zon, dan kun je dus gewoon die benen onderdompelen in het moeras. En dat heeft een helende werking. Een vrij onbekend toeristische trekpleister van het noorden van Schotland. Oké. Zo'n comfortabel om er weer uit te komen, of niet? Zijn zo irritant. Windstil, warm, benauwd. Met een mitsnet op je hoofd. Te warm om te kunnen bewegen zonder wat je opgegeten. Het is echt ellende. Oh ja, we lopen ook zonder pad, gewoon door de box in een andere heuvel op. Laatste dag. To the Cape. Dus, Rowan, de tocht in één woord. Uitdagend. Uitdagend. Hansel? Onvergetelijk. Onvergetelijk. Nice. En wat van uzelf dan? Ik ga denk ik voor episch. Zeker. Challenging, unforgettable, and epic were the words we chose then, and will be the ones we continue to choose when describing this great adventure. The Cape Raft Trail lies in one of Europe's last true wildernesses, the stunningly beautiful Scottish Highlands. Hiking through this landscape, among lochs, glens, baylochs, and munros, we experienced a true adventure, a real escape from our busy daily lives and all usual distractions. We learned to appreciate and embrace nature more than ever before, an experience we will never forget.